Leen, van harte welkom en heel fijn dat je hier wilt zijn voor dit gesprek. Dank je. Doe ik altijd graag. Jij bent geen ongezellige fan, daarom ben ik er. Nou, dat moet nog blijken. We zitten hier in de Alphense Burgemeester, in de Julianastraat. En aan de overkant staat een van de supermarkten van Hoogvliet. Ik ben er net even doorheen gelopen. Nou zie ik natuurlijk overal Hoogvliet staan, maar als ik dat nou niet zou kunnen lezen, hoe zou ik kunnen zien dat dat een Hoogvliet supermarkt is? Als je alle namen eraf haalt, zie ik direct of het een supermarkt van wie ook is. Dus ik herken ook een Dirk van den Broek, ook een Albert Heijn, ook een Jumbo, maakt niet uit. En waar zie je dat aan? Omdat je daar zo in zit en zo weet hoe die gebouwd is en hoe die in elkaar zit, dat je die zo herkent. Ik zie ook zo iedere verandering die welke collega van hem ook maakt. En wat kenmerkt Hoogvliet supermarkt? Dat die schoon is, ruim is, laag geprijsd is, goede kwaliteit. Altijd de garantie op ieder product. Omdat ik altijd het slogan heb gehad, als je het zelf niet wil eten, moet je het ook niet verkopen. Dus iets moet altijd goed zijn. Dus jij eet alles wat in je supermarkt? Alles. Ik heb ook, ben je ook een alleseter? Ik ben een alleseter. Ik heb nog nooit gehad dat ik zei op een gegeven moment, ja, maar dat lust ik niet. Dat kan wel eens niet, want ik moest alles keuren wat ik kocht. Maar is er echt niks dat je niet lust? Nee, ik zou niet weten wat. Maar dan ligt alles dus in je supermarkt? Nee, want? Ik lust wel alles, ik verkoop niet alles. Oké, okay. Wat verkoop je niet? Nou, laat ik zeggen wat geen trend is, wat niet in de markt zit, wat te duur is of wat te slecht is. Ik heb ook heel veel slechte producten moeten eten, omdat je alles moest keuren wat je kocht. Dus daar moest je ook dingen afkeuren. Maar wanneer is een product slecht? Als een product is slecht, als je er op een gegeven moment een slechte nasmaak van hebt, misselijk van wordt als je het er echt vandoor eet dus. Hè. Je mag nooit geen last hebben van eten. Als je erin door eet, dat tegenstaat, dat moet je niet hebben, want dan is het product niet goed. Dus het is eigenlijk een hele levendige, makkelijke controle op. Uiteindelijk zijn er veel dingen die als je te veel van eet, word je er altijd wel misselijk van, zou ik zeggen. Of, maar dan overdrijf je echt. Drie zakken chips achter elkaar opeten. Ik word eigenlijk nergens misselijk van te veel te eten, want dat doe je gewoon niet. Maar heb je dat gaandeweg geleerd of was dat van het begin af aan meteen al je uitgangspunt? Nee, het is gewoon geleerd omdat je iets moet doen en dat moet controleren en dan moet je het ook controleren. Hè? Je moet niet weglopen van hetgeen wat je moet doen. En je omschreef net, dit kenmerkt een Hoogvliet supermarkt. Ja. Je zegt ook, ik herken ook alle andere supermarkten meteen. Je weet meteen of je in een Albert Heijn of in een Jumbo staat. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Wat kenmerkt de andere? Wat maakt dat specifiek? Er is maar één een goede supermarkt en dat is Hoogvliet. Dus dat is heel simpel. En dan krijg je een eindje niks en dan krijg je de rest. Ja, maar hoe onderscheiden zich die dan weer van elkaar? Of vind je die allemaal op elkaar lijken? Nou, die hebben verschillende kleuren. Ja, oké. Okay. Heel simpel. Ja. Maar ook verschillende materialen. Er zijn dingen die ze proberen en niet lukken. En waardoor ze afstand moeten nemen van dingen. Dus daar herken je het dan. En dat specifieke voor Hoogvliet, dat herkent iedereen die binnenkomt? Zou dat kunnen herkennen? Maar een klant is een moment dat ze dus in een supermarkt komt. En beleeft dat heel anders als dat wij het als professionele beleven. En hoe kom je daarachter? Door klantenpanels. Ik had wekelijks klantenpanels, wekelijks 10 tot 15 klanten om een tafel zitten. Iedere keer in een andere plaats. En die liet ik op een gegeven moment vertellen wat zij vonden van onze supermarkten. Oké, okay, en die klanten, hoe koos je die? Ik coach ze helemaal niet. Nee, hoe coach je ze uit? Gewoon, ze moeten het ook willen. Je vraagt het aan ze. Je vraagt het aan ze en ze zeggen ja. En je levert het ook waardevolle informatie op. Ja. En dan is de kunst om datgene wat ze vertellen, waar ze het niet mee eens zijn, te corrigeren voordat ze naar huis gaan. Te corrigeren? Ja. Dus iets is niet goed in een supermarkt. Want ik had iedere keer een andere supermarkt van ons. En dan vertelt een klant op een gegeven moment waar ze een hekel aan hebt, wat ze vervelend vindt of wat irritant is. En er zat niemand van de zaak bij dus, hè, waar je was. Dat is een voorwaarde.
Want het zijn hun kinderen. Mm-hmm. Het is hun zaak, mm-hmm. niet mijn zaak. Mm-hmm. Het is hun mm-hmm. zaak. Mm-hmm. Dus je mag er ook niks slecht van zeggen, maar zij mogen alle slechte dingen opnoemen die ze dus ja. ook maar willen. Ja. Ja. Dat doet echt zeer. Ja. Dat is echt niet leuk als mensen je op een gegeven moment vertellen wat je allemaal verkeerd doet. Ja. Maar ik vond dat een voorwaarde om die winkels te verbeteren. Ja. En dat is ook mede het fundament geweest waardoor we een veel betere supermarkt hebben. Maar waar zit die correctie dan in? Waar je het net over had? Die correctie dat je dus even 5 minuten pauze had ja. en dan even doorgaf wat ze direct moesten corrigeren. Oh, er werd meteen ingegrepen in de winkel? Dat was standaard. Sommige dingen kon je meteen regelen? Ja. Okay. Ja, ja. Kon ik sowieso regelen, dat ja. kon van, ja. Ja. Want het was een, ja, misschien, ik ben erg dominant, dat weet ik, dus ik moet er altijd voor oppassen, maar in die klantenpanels mocht ik dat pertinent niet zijn. Dus ik liet dat op een gegeven moment ook helemaal gaan. Dus en als klanten eenmaal de gang gaan, dan heb je er geen idee van wat ze allemaal vertellen. Ja. Hoe doe je dat, jouw dominantie een beetje doseren? Mond houden. Gewoon je mond houden? Onthouden, ja. Ben je altijd dominant geweest? Ja. Van kinds af aan? Ja. 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 Is dat een karaktertrek van je? Is dat Ik denk het. Heb je dat geërfd? Ik denk het, ja. En dat moet wel, want anders dan heb je het. Waren je ouders dat ook? Mijn vader wel, ja. Ja? Ja, mijn moeder niet. Mijn moeder was een heerlijk moedertje waar je op een gegeven moment die ook alles deed voor je. Waar ik ook alles van mocht. Mijn vader niet, die was heel kort door de bocht, heel streng, heel rechtlijnig. Goede leermeester, goede voorspeller. Veel van geleerd, ja, ja, ja. En zit er wat van je moeder in jou? Wat ik bijna niet toont. Maar het is er wel? Ik denk het wel, want ik ben gek op mijn kinderen, ik ben gek op dieren. Alles wat leeft ben ik gek op. Dus ik denk dat ik wel iets van er heb, ja. 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 Jouw jeugd? We gaan dus even helemaal terug naar het begin. 1939, ja. Toen ben je geboren. In Utrecht. Ja. Misschien kan je daar zo wat meer over vertellen, maar we hebben ook wat beelden uitgezocht. Je hebt aangegeven waar je wat, graag wat beelden over zou willen zien. En een van de dingen die je zei was Utrecht. Ja. En dan met name Utrecht in de tijd van jouw jeugd. En we hebben wat beelden van Utrecht rondom de periode van jouw jeugd. En daar gaan we even naar kijken. Alright. Ja. Ja, dat is de dom, hè. 110 treden naar boven. Mm-hmm. Ik hoop dat ze het tussenstuk weer gaan bouwen. Zit dat erin? Ze hebben de tijd niet mee, hè, de kerken. Nee. Ja, dit is de oude gracht, hè. Alleen die zwaan heb ik er nooit in gezien. Nee? Nee, die waren er gewoon niet. En daar wel? Ja. Dit is wel in die tijd opgenomen, ja. Daar zaten allemaal kelders onder. Aan die gracht. Was niet zo prettig, hoor. Toen niet, nee. Dit ziet er heel romantisch uit. Ja. Iets terug. Aan links wonen we. Oké. Okay. Ja. Ja. Dit was waarschijnlijk 1945. Ja. Ja, dat hoort er allemaal bij, hè? Afgerookt ook. Hè. Nou ja, dat was normaal, hè. Ja. Die vliegtuigen die dropten allemaal blikken met eten, hè, biscuit en alles. En daar maakten wij weer vlotten van voor in die gracht te varen. En van die blikken? Die blikken, ja. Die bonden dan allemaal elkaar ja. en dan kon je ermee varen.
We zagen Utrecht uit jouw jeugd. Ja. We hadden daar een klein jongetje rond kunnen zien lopen op het filmpje. Ik zag hem lopen. Ja, ja. Dat was jij. Of ik het was, weet ik niet. En maar wie was jij toen? Ik was toen een boefje, echt boefje. Dat kunnen wij ons misschien nu zo lang na de oorlog niet indenken. Maar in en direct na de oorlog, punt 1, had je na de oorlog geen politie en geen mensen die op een gegeven moment toezicht hielden. Er was heel veel stuk waar je in kon spelen. Het hele station was gebombardeerd. Heel veel panden waren gebombardeerd op een gegeven moment, ook in Utrecht. Waar je gewoon in kon spelen, die niet van jou waren en als kinderen. En dat als 5, 6, 7-jarig jongetje deed jij dat? Ja. En je woonde in de binnenstad? Wij woonden in de Lijnmarkt. Hartje centrum, 100 meter van de Dom af tussen, aan de oude gracht, 5 hoog. En wij speelden bovenop het dak. We hadden een dakgoot van 10 centimeter breed, dus daar kwam niemand door, maar wij wel. Dus wij waren onvindbaar als dat nodig was bovenop het dak. En daar hielden we visjes en daar schoten we erten op, de Duitse helmen. En je was helemaal vrij eigenlijk, je kon doen en laten wat je wilde. Ja, wie corrigeerde je dus, hè? Onze ouders corrigeerden ons wel. Mm-hmm. En ik had ook nog een broer en 2 zussen. Maar voor de rest niet. En we hadden ook een meisje die op een gegeven moment bij ons in dienst was. Want mijn moeder stond in de winkel en mijn vader die kocht overal alles in. En had het daar echt druk mee. Hij was ook bijna de enige dus in die binnenstad die op een gegeven moment die handel mocht verkopen. Want daar moest je vergunning voor hebben. In de oorlog? In de oorlog, ja. En na de oorlog heeft hij het zo onvoorstelbaar druk gekregen. Doordat hij het in de oorlog ook goed gedaan had. Dat hij na 3 jaar zei, ik stop hiermee, want hier ga ik kapot dan. Vanwege de drukte? Ja. Verkocht ook binnen 5 minuten zijn bedrijf. Maar als kind zijnde had je daardoor heel veel vrijheid. Ik herinner me dat ik een trapauto had op mijn 4e, 5e, 6e jaar. En ik reed dus zo door Utrecht heen. Was ook nooit vindbaar, want als er gegeten moest worden, moesten ze eerst Utrecht doorrijden voordat ze mij weer vonden. En dan ben je naar huis toe gaan en dat ging allemaal prima. En je speelde en je had natuurlijk ook vriendjes en een vriendinnetje waar je mee speelde. Je zat ook op school. Maar er gebeurden dingen die nu ondenkbaar zijn. Noem eens een voorbeeld. Wij ontdekten een grote loods, waar stond allemaal in talkpoeier, na de oorlog, hè. Eau de Cologne, parfums en noem maar op. Wat deden wij nou met een doos talkpoeier? Klommen we boven op de raas en op de bovenverdiepingen. En dan kwam iemand binnen en dan lieten we die doos vallen. En die ging natuurlijk over zijn hoofd heen. Die persoon was onherroepelijk zo weg verdwenen, omdat die stonk een week lang naar talkpoeier. Maar zo gooien we het ook. Dat werd niet gecorrigeerd? Nee, dat werd niet gecorrigeerd. Want die persoon was er niet. Er was ook geen politie die op een gegeven moment corrigeerde. Dus, hè. Mm-hmm. Later wel. In Den Haag kwam ik eigenlijk voor het eerst weer een politieagent tegen. Toen moest ik hard rennen. Ja, ja. Want dat was nieuw. Dat was helemaal nieuw. Hoe oud was je toen je naar Nieuw-Lekkerland? 8 jaar. 8 jaar. Dus je hebt de eerste 8 jaar in Utrecht meegemaakt. Ja. Volledige vrijheid. Ja. Oorlog, bevrijding. Ja. En de nog wat chaos, zeg maar, na de bevrijding, de eerste paar jaar. Ook vrij lang daarna nog dus, hè. Daar staan we ook nooit bij stil. Dat het wel 10 jaar geduurd heeft voordat er een beetje orde, netheid was, na die oorlog. Ja, dat is er niet zomaar natuurlijk. Nee, beslist niet. Nee. Ook nu niet, hè. Kijk maar, als er ergens iets niet goed gaat, is het niet zo dat je even de knop omdraait. Dat duurt altijd weer een behoorlijke lange tijd voordat iets weer geregeld is, weer in orde is en weer normaal is. En wat is normaal? Een beetje ordelijk. Juist. Ja. 8 jaar, dus dat is 3 jaar na de bevrijding ongeveer. Ja. Om en nabij. En ben je naar Nieuw-Lekkerland verhuisd. Waarom? Nou, omdat mijn vader binnen 5 minuten zijn bedrijf verkocht in Utrecht. Ja. En hij alles opladde. Die man waar hij het aan verkocht begreep er ook helemaal niks van. Want hij gaf de sleutels aan die man. Hij zegt, je hebt het bedrijf verkocht en morgenochtend is die van jou. Inclusief het huis.
inclusief het huis. Ja. En hij had een oude oorlogsdump met een huif erop. Hij laadde alles in die dump, inclusief ons. En we gingen naar Nieuw-Lekkerland. En waarom gingen we naar Nieuw-Lekkerland? Daar stond een huis wat te huur was. Ja, ja, maar het stond dat er alleen maar in Nieuw-Lekkerland. Woningnood. Ja, je kon zomaar niet een huis krijgen. Dus hij reed daar naartoe, had die afspraak. Eigenlijk toeval. Daar was toevallig een huis. Ja, en dat hij ook had een natuurlijk andere plaats kunnen zijn. Met de eigenaar wel een deal dat hij op een gegeven moment erin kon, mits de burgemeester daar toestemming voor gaf. En daar kwam het probleem. Hm. Dus we reden naar Nieuw-Lekkerland toe, uiteraard naar de burgemeester toe. En mijn vader vroeg om een vergunning om daar te gaan wonen. En die burgemeester zei, ja meneer Hoogvliet, er zijn er 100 voor u. En er stonden maar 20 boerderijen, er was maar 1 leeg huis en meer niet. Dan zegt hij, nou dan hebben u een probleem. Dan zegt die burgemeester, ik een probleem? Nee, u hebt een probleem. Hij zegt, nou, ik denk het niet, want ik ben hier met mijn 4 kinderen en met mijn vrouw. En ik denk niet dat ik wegga voordat ik op een gegeven moment een vergunning voor het huis heb. Dan heb je die dominant. Ik wou net zeggen dat. Ik herken het. Helemaal. Ja, 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 ja. En om 1 uur 's nachts schreef die burgemeester die vergunning uit. Ja, want jouw vader hield vast. Ja, wat moest hij anders? Ja. Hij kon moeilijk op een gegeven moment op straat gaan zitten. En toen woonden jullie daar? Ja. En wat ging je vader daar doen? Hij ging toen allemaal handel kopen, boomgaarden en fruit. En dat ging hij veilen. Hij bleef wel in de groente- en fruitsfeer. Hij bleef in die sfeer zitten. Ja. Maar jij was 8 en jij kwam uit een grote stad, zullen we maar zeggen. Utrecht is toch ook voor die tijd een grote stad. Ja. In een boerendorp. Ja, het was niet eens een dorp. Het waren 20 boerderijen en meer niet. Het was niet eens een dorpscentrum. Ik zat op school, zaten we met 3 klassen in 1 lokaal dus. Hè? Was dat niet een enorme schok? Ja, je nam het zoals het was dus. Hè? Ja. En ik herinner me nog, want ik kreeg iedere dag strafwerk. Iedere dag strafwerk. En waarom? Ja. Wat deed je? Omdat ik uit die binnenstad van Utrecht kwam. Ja, nooit. Je deed alles wat. Deed ook alles wat niet mocht. En als iemand wat zei, het stond je niet aan, dan gaf hij een klap om zijn oren of een klap in zijn gezicht. Kwam je daar in Utrecht op school wel mee weg dan? Omdat dat je lijfsbehoud is in een centrumstad. Maar daar zat je ook op school in Utrecht. Ja, ja, ja. Maar dat was anders dan in Nieuw-Lekkerland. Ja, maar daar zijn het allemaal stadsjochies of allemaal stadsmeisjes. Ja. Dus daar werd natuurlijk wel eens gevochten of meningsverschil. Maar niet was zoveel. Was iedereen zo braaf in Nieuw-Lekkerland? Ja. Ja. Behalve jij? Behalve ik, ja, ja. Nee, dat waren fantastische meisjes, fantastische jongens en fantastische leraren. Echt. Als ik daar nog wel eens aan terugdenk, dan denk ik, fantastische 10 maanden hebben wij als kinderen daar gehad. Hmm. Want je woont aan de Lek dus, hè? Grote dijk waarachter 20 boerderijen liggen en je kan varen, spelen, rietgorsen, van alles doen, ja? 'S Winters schaatsen. En je kwam naar school, maar dat heeft al 3 maanden geduurd voordat ik dat kwijt was dus, hè, van die binnenstad van Utrecht. Hmm. Dat je normaal gaat gedragen, zoals al die meisjes en die jongens die op school zaten. Maar is wel goed geweest voor je? Ja, 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 ja. Nou ja, het is niet verkeerd geweest. Maar het was natuurlijk het tegenovergestelde van Utrecht. Ja, ja. Had je daar totaal anders. Had je daar toen moeite mee? Voor je dat, nee, had je heimwee naar Utrecht? Nee. Nooit gehad? Nooit gehad. Je pas je makkelijk aan? Ja, ja, nee, je moet wel. Ja, okay. Is overleven je kan, of. Je kan je daar ook naar onder voelen. Ik maar kan me je niet indenken wat heimwee is. Heb je in je leven al lang nog nooit gehad? Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, want je reist nu natuurlijk ook de hele wereld over. Ja, 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 ja. En dat vind ik fantastisch. Vind ik leuk. Betekent dat je nergens thuis bent of ben je overal thuis? Ik ben overal thuis. Ja. Heel snel ook. Ik zoek ook direct contact, krijg ook direct contact. Ook leuk en aardig. En dan kunnen mensen vertellen van mensen dat ze zeggen, nou, die mensen zijn helemaal niet aardig. Hm. Niet voor mij. Ze zijn voor mij aardig. Hm. Maar ik zeg ook altijd, als je aardig bent voor mensen, zijn zij ook aardig voor jou. Hm. Wees ongezellig of beperk mensen. Dat doe je dan. Hè, dat zeg je altijd, maar nee, is dat ook altijd ja, zo? Ja, 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 ja. En dat kan
meerdere voorbeelden van geven dat het zo gebeurt. En andersom, als je naar bent tegen mensen, doen mensen naar terug. Nee, ik doe nooit naar. Jij doet nooit naar, dus nee. Er doet nooit iemand naar tegen jou? Nee. Nog nooit meegemaakt? Nou, zelden. Ik zou je vertellen waarom. In het supermarktbedrijf dan heb je natuurlijk altijd mensen die extreem zijn. Want daar gaat het altijd. Het gaat altijd om de extreme, zowel naar het goede als naar het slechte. En dan had je winkels die zeiden, ah, we hebben een klant, daar kunnen we nooit het goed mee doen. Dus ja, dan pak je het verkeerd dan. Ja, dat kan u makkelijk vertellen. Maar komt het dan maar eens een keer doen. Zo'n nou, beroepskerulant, zeg zullen we maar zeggen. Zo werd ja, al bel gedaan. Me maar op als die klant er is en dan kom ik. En als de afstand is, dan zorg ik op een gegeven moment dat ik er gewoon die dag ben. Of die ochtend of wat is ook. En dan snij ik die klant te woord. Nou, die klant, ik heb nog nooit problemen met een klant gehad. Is zo'n klant dan niet onder de indruk van het feit dat meneer Hoogvliet zelf komt? Of weten ze dat soms niet? Ik draaide 2 uur kassa per week. Dus zat je gewoon achter de kassa? Ja. Dat geloofde geen ene klant. Totdat ze een keer achter de kassa, dat jij het was? Dat ik het was. Dat geloofden ze niet. Nee. Hoe lang heb je dat gedaan? Toch wel een aantal jaren. En waarom? Als wij iets wilden, dan werd het eigenlijk gedumpt in een check-out. Dus, hè, dan moest die cashier het maar zegeltjes, opdrachten of wat dan ook. En die moest dan maar zorgen dat het op een gegeven moment dus goed draaide. Dat was zoveel dat die productiviteit van die cashiers op een gegeven moment gewoon veel te laag was. Dan zei ik, nou, de enige manier is, ik ga erin zitten. En dan ga ik kijken, wat doen wij nou allemaal? Ja, ja. Toen zei ik al binnen 5 minuten, nou, dit is gauw afgelopen, want dit kan niet. Want ik krijg het zelfs niet voor elkaar. Want ik moet ook opgeleid worden als cashier. Dus, want ik was geen cashier. Want iedereen denkt dat je alles kan, maar zo is het niet. Dus dat word je dan geleerd, hoofdcashier erachter. Die heeft natuurlijk schik, hè, dat ze op een gegeven moment kassa mag leren. En dan gaat het gebeuren. En dan zeg je, nou, daar stoppen we mee, en daar stoppen we mee, en daar stoppen we mee, en daar stoppen we mee. Totdat alles uit die check-out was en die cashier heerlijk alleen maar die klant hoefde te helpen. Maar op een gegeven moment had je dat door, maar je bent het wel blijven doen. Ja. Achter de kassa zitten. Is dat voor het klantcontact? Voor het, nee. Of vond je het gewoon leuk om te doen? Ik vind alles leuk wat ik doe. Maar, dus ook achter de kassa zitten. Ja, maar het was meer om goed voeling te houden wat die klant wil. Ja, om het contact met de klant te hebben. Ja, en om het uit te voeren dus ook. Dus, hè? Ja. En snel uit te voeren. Ik hoor nog Albert Heijn vertellen, we zijn weer nieuwsgierig wat hij nou weer gaat doen. Die konden dat niet volgen. Over jou? Ja. Die waren zo verbaasd hoe wij er iedere keer op kwamen en aan deden. We zitten nu, ik denk in de jaren 50, Den Haag. Daar heb je hoe lang gewoond? 50, 20 jaar. 20 jaar, daar heb je heel lang gewoond. Dat is ook de tijd. Dat is lang, hè. Maar vergeleken met waar je daarvoor ja, had. Ja. En dat is op die leeftijd best wel lang, denk ik. Van je wat is het, 9e tot je 29e? Het is een hele belangrijke leeftijd. Als je van je 8e jaar tot en met je 28e, ja. Daar gebeurt heel erg veel. Gebeurt heel veel. Je leert heel veel, je doet heel veel. Je hebt school, ja. Lagere school daarna? Handels-ULO. Handels-ULO, in Den Haag ook? Ja. 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 We gaan even kijken naar kort fragment uit die tijd. Okay. Nach dem Zweiten Weltkrieg liegen die deutschen Industriegebiete in Trümmern. Viele Städte sind zerstört, Millionen von Menschen, unter ihnen viele Flüchtlinge, haben kaum das Nötigste zum Leben. Wir waren ja in den ersten 3 Jahren in einem unerhörten Abstieg und halb am Verhungern. Der Wiederaufbau werde ein halbes Jahrhundert benötigen, schätzen Experten. Doch es geht aufwärts. Es ging uns noch nicht gut, aber wir hatten einen unglaublichen Optimismus, dass es uns bald besser gehen könnte. Schon in den frühen 50er Jahren erreicht die Wirtschaft der Bundesrepublik 2-stellige Wachstumsraten. Auch dank Hilfe von außen. Dass die Amerikaner durch die Marshallplanhilfe natürlich entscheidend waren, dass ein Wirtschaftswunder überhaupt passieren konnte. Denn ohne das Investitionskapital wäre das natürlich allenfalls 10 Jahre später angefangen. Aufbauhilfe, großer Bedarf,
Niedrige Löhne und moderne Maschinen schaffen die Grundlage für den Wirtschaftsaufschwung West. Zwei Menschen stehen in Berlin am Potsdamer Platz und sehen kein einziges ganzes Haus. Und der eine sagt zum anderen, ist das nicht wunderbar? Es waren zwei Architekten. Er gilt als Architekt der sozialen Marktwirtschaft, Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard. Soziale Sicherheit und die Freiheit des Marktes sollen in Einklang kommen. In der DDR entsteht eine sozialistische Planwirtschaft. Doch zunächst muss der ostdeutsche Staat Maschinen, Kohle und Stahl an die Sowjetunion liefern, als Kriegsentschädigung. Ein Aufschwung mit Hindernissen. Verglichen mit Polen, Tschechoslowakei, hatten wir auch so eine Art Wirtschaftswunder. Ne? Bei uns wurde aus nichts wenig gemacht. Aber immerhin, das Wenige war noch mehr als andere Nachbarn hatten. In der Bundesrepublik spricht man bald vom Wirtschaftswunder. Die Arbeitnehmer tragen entscheidend dazu bei. Wir mussten arbeiten und wir haben gerne gearbeitet. Und ich habe manche Monate mehr wie 250 Stunden gehabt. Ende der 50er Jahre herrscht Vollbeschäftigung in Westdeutschland. Auch Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen finden Arbeit und eine neue Heimat. Zwar können sich zunächst nur wenige ein Auto leisten, doch gebaut werden sie am Fließband und verkauft in alle Welt. Sogenannte Wellen prägen die Jahre des Aufschwungs. Die Einrichtungswelle, die Reisewelle und die Fresswelle. Die Angestellten sagten, während sie Wurst abschnitten, darf es etwas mehr sein. Ich hatte zum ersten Mal gehört, darf es etwas mehr sein. Die Zeit der Trümmer scheint bald überwunden. Man wollte die Kriegserlebnisse durch Arbeit vergessen. Wir wollten von der Zeit nichts mehr wissen, wir wollten nichts mehr hören. Und das war mit einer enormen Triebfeder. Jetzt immer ran, jetzt wird hier gearbeitet und wir vergessen das, was war. In einem satirischen Lied jener Zeit heißt es, ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Ja, ist geen Wunder, het Wirtschaftswunder. Ja, maar Duitsland is dan in principe natuurlijk de motor van Europa. Dat moet je ook zien, beseffen. Maar dat komt omdat ze zo laag weggekomen zijn na de oorlog. Moesten ze zoveel opbouwen. Dat ze ja, vanuit die steel, om dat ook te doen en ook op een gegeven moment te herstellen en alles, dat ze een werklust hadden, ja, die best wel heel erg hoog lag. Waardoor je een opbouw en een motor in Europa krijgt die dus fantastisch is. En dat moeten we gewoon goed vertalen, dat je dan gewoon nog een gezond goed Europa krijgt. Je bent een pro-Europa man. Ja. Ik was in 1950 al een Europa man. Ja. Want ik zei jongens. Merkte jij dat toen al, dat dat gaande was, wat we op die beelden nu zien? Ja, gaande en datgene wat je zag en goed vond. Dus, ook in Nederland zagen we dat natuurlijk. Ja, ik vond dat zo'n oorlog nooit meer moest gebeuren. Dan wordt er zo verschrikkelijk veel vernield. Mm-hmm. Dat je dat in 10, 20 jaar niet opgebouwd krijgt. Mm-hmm. Wat je in 5 jaar tijd vernielt. Maar dat geldt voor alles. Hè? Vernielen gaat altijd veel sneller als het weer opbouwen. En nu klagen we. Dat ik wel eens bij me denk, ja jongens, kom nou toch even. Kijk nou eens even om je heen. Die goede oude tijd is er nooit geweest. Want dat is de grootste onzin die er is. We hebben het nog nooit zo goed gehad als vandaag. En daar moeten we zuinig op zijn, daar moeten we goed mee omgaan. En we moeten dus veel beter analyseren wat we niet goed doen en herstellen. Wat vind jij van de, wat je zegt, ik ben pro-Europa. Je ziet dat onder vuur ligt de laatste jaren. Ik ga nog veel malen verder. Ik zeg zelfs, een verenigd Europa moet je krijgen. En dan moet je een wereldwijd verenigd krijgen. Dat oorlogen gewoon uitgesloten zijn en niet meer kunnen. Mm-hmm. En dat moet gewoon een realistisch, rechtlijnig, maar je zegt, streng. Gewoon, zeg je. Ja. Gewoon. Dat moet gewoon. Dat moet gewoon, ja. Want anders ontspoort het. En dat moeten we gewoon niet hebben. Nee, het klinkt een beetje als een utopie. Hè? Als iets wat nog heel, heel ver weg ligt. Denk jij dat dat binnen handbereik ligt, wat jij nu zegt?
als we het eerder opgepakt hadden, niet. Maar zoals we ermee omgaan, bouwen we veel te langzaam. Dus Europa wordt veel te langzaam gebouwd. Ja, er wordt zelfs afgebroken. Ja. In tegenstelling dat er één uitstapt, maar de rest bouwt dan alweer verder. Omdat ze niet willen dat het afgebroken wordt. Denk je dat dat de rest van Europa weer bij elkaar brengt? Ja. Ja. Zulke dingen heb je nodig om het besef weer te krijgen dat ze door moeten bouwen. Dus één stap terug, twee stappen vooruit. Ja. Ja. De Brexit. Maar ze hadden veel... ik had het probleem met Rusland nooit gehad, want ik had Rusland gewoon bij Europa gedaan. Hmm. Ja, simpel. maar dat is ondenkbaar in... Mensen zijn ook, die hebben het altijd over macht. En ik vind altijd dat de enige macht die er is kennis en niks anders. En macht is iets vervelends, wat je niet moet uitoefenen, wat je niet moet hebben, waar je anders mee om moet gaan. Maar jij hebt ook macht op jou, in jou. Ja, dat wordt jou toegedicht. Oh ja, maar dat is heel iets anders. Ja. Maar daarom, dus men definieert jouw positie als een machtige positie bijvoorbeeld binnen het bedrijf. Althans, de afgelopen decennia. Jij ervaart dat zelf anders. Ja, en het is ook anders. Iedereen kon en mocht alles tegen mij zeggen. En dat gebeurde ook. Mm-hmm. En neem het aan en geloof het. Daardoor krijg je een totale andere samenwerking. Maar is dat niet alleen een manier van macht uitoefenen? Nee. Nee, want ik luisterde altijd. En ik vond ook dat als iemand gelijk had, dat hij ook gelijk moest hebben. Maar waarom zeiden ze het tegen jou? Omdat ik het accepteerde. Ja, maar ze lopen niet naar zomaar iemand, ze lopen naar jou. Waarschijnlijk toch omdat jij een bepaalde positie bekleedt. Nee, om er wat mee te doen. Ze liepen ook wel naar anderen toe, naar hun bedrijfsleider. Maar het zijn veel meer aspecten die daar in meetellen. We hadden ook geen PO-afdeling. Iedereen was verantwoordelijk voor zijn eigen mensen. Nooit gehad een PO-afdeling? Ik heb nooit een PO-afdeling. Alleen heel maar, bewust? Heel bewust. En waarom? Een PO-afdeling is een afdeling waar alle rommel in gedumpt wordt. Mm-hmm. Dus als er iets fout gaat, dan gaat het naar de PO-afdeling. Ja. Maar die PO-afdeling kan er helemaal niks mee doen, want iemand anders... Verantwoordelijkheid afschuiven. Juist. Ja. En dat is die verantwoording weer naar die persoon toe dus. Ja. Zou jij dat bepleiten, zou je dat ook adviseren aan anderen om dat zo te doen? Ja, ja. Weet je niet. Geen PO- of HR-afdeling zoals dat tegenwoordig heet? Weg. En waarom? Je schuift de verantwoording naar een ander toe, die er niks mee kan. En juist diegene die het veroorzaakt heeft, die kan het makkelijkst oplossen. Ja. En nou kom je iemand tegen die zegt, ja, ik ben hoofd HR bij Huppedepup bedrijf. Dat is toch prima? Dat is prima. Later. Ja. Maar wat denk je dan? Dan denk ik wel, zonde van dat geld en de job die hij doet. Hmm. Hij zou beter iets anders kunnen doen. Hmm. We hebben het een beetje over de politieke cultuur in Nederland en in Europa. Maar laten we even met Nederland naar Nederland gaan. En de ups en downs die in Europa, of de houding ten opzichte van Europa. Waar staan we nu, vind je? Wat? Veel te afstandelijk van Europa. Wij geven alles wat verkeerd gaat, geven wij af op Europa. Terwijl we het zelf beslist hebben. We hebben zelf beslist... Dat watgene wat er gebeurt. En dan gaan we vertellen dat we het er helemaal niet mee eens zijn. Vind je dat Nederland te veel zeurt en klaagt? Ja. Ze moeten veel transparanter zijn en veel eerlijker zijn datgene wat ze beslist hebben. Zie jij goede voorbeelden? Ja, natuurlijk, zoals we het hebben. En zoals alles gebeurt. Nee, mensen die dat doen zoals jij denkt dat het zou moeten. Leiders. Daar zie je geen goede voorbeelden in. En waarom niet? Omdat over het algemeen de politiek niet transparant en eerlijk is. Hoe komt dat? Omdat ze daarmee wegkomen. Omdat dat het beste is voor ze op dit moment? Om niet transparant te zijn? Ja. Ja. Wat is het gevaar van transparant zijn op dit moment? Dat je afgerekend wordt op je fouten. En dat moet er dan dus uit? Ja, ik vind het ook heel, heel dom dat op een gegeven moment ministers die 4 jaar gewerkt hebben, daarna... schoon weggaan, terwijl ze fouten gemaakt hebben waar ze op afgerekend moeten worden. Maar je zei net, er wordt te veel afgerekend. Nee, ze zijn bang om afgerekend te worden. Ja, bang om afgerekend te worden. Ja. Daarom kennen wij ook de cultuur van 4 jaar en daarna niks meer doen.
Dus jij vindt wel dat er afgerekend moet worden? Ik vind dat je consequent daarin moet zijn. Dingen die je gedaan hebt, ja, is niet zo dat je dus dan maar verschoond weg kan. En nu kan dat, want je bent, ja, je termijn zit erop en je opvolger zit met de gebakken peren. Nee, dan worden opvolgers worden afgerekend, die moeten naar huis. Nou, dan, kom nou even. Dat is toch niet zakelijk? Dat dus kennen we helemaal niet. De afrekencultuur wordt fout, niet op de juiste manier uitgevoerd. Nee, maar dan ook helemaal niet. Als je nou kijkt, een paar actuele dingen. Gezondheidszorg en onderwijs. Toch wel echt wel actueel. Als je nou ziet wat er in het onderwijs gebeurt, zijn ze aan het staken. Fantastisch, geen probleem mee. We hebben 10 jaar geleden echt de leerkrachten weggestuurd. Zou jij degene die dat 10 jaar geleden heeft gedaan ter verantwoording willen roepen? Nou, ik zou in ieder geval het helder willen hebben dat iedereen heeft zitten slapen en er niks aan gedaan heeft. Maar vind jij dat nu, want we gaan nu naar de huidige minister toe en we geven die de schuld eigenlijk van alles wat er, ja, niet goed is. Kan toch niet. Terwijl die man zit er net een paar maanden. Ja, als man of vrouw, ik weet het niet. Maar het gaat om de beslissingen die in het verleden genomen zijn. Ja. En daar wordt niets mee gedaan. De overheid die werkt veel te veel korttermijn. Ja. En wordt korttermijn afgerekend ook. Beursgenoteerde bedrijven ook. Dikwijls ook veel te veel korttermijn en geen langtermijn. Terwijl het over langtermijn gaat. Dingen worden niet in een week tijd gebouwd of in een maand tijd. Heb je ervoor gezorgd dat het niet overgenomen, ja, kan worden? En waarom? Omdat wij eigenlijk een van de mooiste bedrijven hadden van heel Nederland. En ik niet wilde, en ik heb dat zelf aan de lijve meegemaakt, dat ik wel 10 bedrijven heb zien overnemen die helemaal uitgekleed werden en waar niks van overbleef. Ja. Nou, daar heb je op een gegeven moment geen kinderen voor, want een bedrijf is ook een kind van je. En toch gebeurt dat dagelijks. Ja, maar daarom doe ik het ook niet. Hmm. Ja? Dan worden alle mooie dingen die wij ontwikkeld hebben en gedaan hebben, die worden direct op nul gezet. Dat is voor de mensen die erin gewerkt eigenlijk hebben. Eigenlijk wordt alles geannuleerd dan. Ja. Er zijn vele mensen die 25, 30, 40 jaar in ons bedrijf gewerkt hebben. En met veel plezier en goed en noem maar op. Dus, hè. Ja, daar moet je zuinig op zijn dat ze dat op een gegeven moment ook kunnen blijven doen. Dat is voor jullie een hele duidelijke keus. Ja. En zo duidelijk dat je het onmogelijk hebt gemaakt, zeg je. Ja. Het gebeurt bij andere bedrijven continu. Overnames, ook bij familiebedrijven. Ja. Begrijp je dat gebeurt? Ja, begrijpen doe ik alles. Ja, begrijpen, maar... ik weet ook wel waardoor. Is het ook altijd... Vind je het ook altijd geen goed idee? Of vind je het soms in een bepaalde andere gevallen wel een goed idee? Het kan goed zijn dat een bedrijf overgenomen wordt. Dat er niet de goede mensen op zitten, die de goede drijf hebben om dat bedrijf op een gegeven moment op niveau te hebben of verder uit te breiden. In de grondslag ligt dat wij eigenlijk alleen maar kunnen groeien. Wij hebben nooit geleerd te continueren. En met wie bedoel je met wij? Wij allemaal. Allemaal. Ja. We hebben allemaal geleerd. Moet groeien, moet meer, moet mooier, moet hoger en noem maar op. Sommige mensen zeggen dat kan helemaal niet. Ja, als je overneemt, kan niet, als je maar elimineert. Als je maar elimineert wel. Ja, dan moeten er ook dingen weer wegvallen, want dan kunnen anderen daar naartoe groeien. En daarom vallen ze weg. Ja. Dus het is een cultuur. Een maar overnemen, dat valt voor jou samen met opheffen? Nee, dat hoeft niet. Althans, dat gevaar loopt een bedrijf. Opheffen in de zin van de DNA verdwijnt uit het bedrijf. Dat wel. Onherroepelijk wordt onze DNA erin gezet. Als jij iets overneemt. Ja. Ja. Maar het is een half job en het is moeilijk en het is zwaar. Dus je kan veel beter ontwikkelen en bouwen. Is het ook leuker? Nee. Om zelf te ontwikkelen en te bouwen? Ja. Ja, dat bedoelde ik. Het andere willen mensen eigenlijk niet. Hè? Nee. Het is leuker om het zelf te ontwikkelen. Ja. Ja. Wij ontwikkelen hele mooie dingen dus. Hè? En we bouwen ook hele mooie dingen. Pas op een gegeven moment de winkel in Scheveningen geopend. Ja, als je dat ziet staan, dan zeg je, ja, jongens, fantastisch. Mm. Ja, en zo kan ik er nog wel 10 opnoemen van de laatste jaren. Echt gewoon goede gebouwen, goede supermarkten die goed in elkaar zitten. Mm. We gaan nu een nieuwe logistiek bouwen. Ja, dat is het einde. Dat is gewoon fantastisch. Mm. Dat moet.
Over bouwen gesproken. Want ik zoek natuurlijk weer naar een bruggetje voor het volgende fragment. En jij gaf aan dat jij ook wel onder de indruk bent van wat er in Dubai is gebeurd en gaande is. Ja, dat is fabelachtig. Fabelachtig. Is dat diezelfde drive die je net omschreef bij het bouwen in je eigen bedrijf? Is dat een soort bewondering voor mensen die nieuwe dingen bouwen? Het heeft niet speciaal met nieuwe dingen te maken, maar het heeft wel met het volume te maken wat daar op een gegeven moment gebeurt. Door het reizen zie je dus veel, maar ik reis al 40 jaar, dus veel dus. Mm-hmm. En ik ben 20 jaar geleden in Dubai geweest. 20 jaar geleden? Stond er één hotel. Dat was een andere tijd in die tijd. Ja, ja. Stond er één hotel, dat was dat hele mooie hotel wat in het water staat. Mm-hmm. Ik ben er nog geweest, ik heb er nog gegeten. En de rest was zand. Er was één straat, daar waren twee banen voor het verkeer en meer niet. Het was helemaal niks, het was gewoon een dorp. Misschien nog wel minder dan een dorp. Dan kom je daar 20 jaar later. Je bent er onlangs geweest? Ja. En dan is het New York. Ja. Dan springt er bij mij iets van waardering, van respect wat zij op een gegeven moment gedaan hebben en daarvan gemaakt hebben, ja. Als je ook die palm in zee op een gegeven moment ziet. Maar wat, dat kan ik me voorstellen, hè, als je dat zo ziet, zo relatief kort achter elkaar, 20 jaar. Maar betekent het ook iets voor je? Ja. Vertaal je het ook naar ons of naar Europa? Of nou, leer je er wat je van? Je brengt het in zijn perspectief dat wij dat niet op die manier doen. Dus, hè, zouden wij dat dan ook op die manier moeten doen? Wij zouden veel consequentere, lange termijn vooruit moeten durven te doen. Wij kregen op een bepaald moment het idee om Schiphol in zee neer te leggen. Ja. Ik zei direct doen. Ja. Maar dat duurt nog wel even. Duurt nog wel even. Ja. Niemand kan of durft die beslissing te nemen. Nee. En waarom? Het is kostenneutraal. Waar praten we nou over? Nee. We praten dan over dat gigantisch veel geld kan kosten. Gewoon onzin. Want dat hele brok Schiphol krijgen we dus over. Maar er staan ook onmiddellijk tegenstanders op. Ja, natuurlijk. Waarom? Omdat die andere belangen hebben. Mm-hmm. Maar je moet een beslissing niet nemen uit een belang. Je moet beslissingen nemen vanuit wijsheid. En je zegt op een gegeven moment, nee, dat is een goede beslissing. De geluidshinder, de rust waarin op een gegeven moment dit in zee kan gebeuren. En het in het land weg is. Mm. En dan moet je kijken hoeveel ruimte dan heel die Randstad krijgt als je Schiphol er even uithaalt. Ja, en jij vindt dat, jij zou dat wijs vinden om dat te doen? Nou, ik heb er geen seconde voor nodig. Nee, maar goed, er zijn mensen wijs, die, ja. Vinden dat, die vinden dat blijkbaar niet zo wijs. Of hebben die alleen maar een belang te verdedigen? Die hebben dan belangen die niet boven alles zijn. En uitreizen. Hoe moeten wij dan met die belangen van die anderen omgaan? Ja, daar hebben we leiders voor, hè. Of die de durf hebben om... Moet je die negeren, die belangen? Ik vind dat je dus op een gegeven moment belangen moet negeren als het algemeen belang daarboven gaat. Ja, hoe ver moet je daarin gaan? Ja, gewoon wat ik net zeg. Ik zou Schiphol op een gegeven moment gewoon in de Noordzee gelegd hebben. Niet ja, omdat ik een hekel aan Schiphol heb. Je hebt het dan over belangen, bijvoorbeeld mensen die belang hebben bij het huidige Schiphol. Ja. Ja. Maar je hebt ook mensen die komen voor een milieubelang op, bijvoorbeeld. Ja, die heb je. Ik heb de afgelopen 6-7 jaar getuinierd, dus, hè? Alleen daarvoor. Alleen daarvoor? Voor het milieu. Ja. Om te begrijpen, te beseffen wat aarde is. Getuinierd, waar heb je dat gedaan? In België. Had ik een tuin van 10.000 vierkante meter. Oké. Okay. Daar heb ik een schitterende tuin van gemaakt. En je bent zelf? Ja, met eigen handjes, ja. Ja. Van 's ochtends 7 tot 's avonds 7, echt heel hard gewerkt. Dat je helemaal totaal los bent 's avonds, dus, hè, en dan de volgende ochtend gewoon weer beginnen. En dat 3 jaar lang. Na 3 jaar kwam die tuin eigenlijk op een niveau wat hij moest zijn. En ja, het is gewoon nu een parkje. Dat en wat is, heb je daar, waarom deed je dat? Wat wilde je daarmee bereiken? Om het milieu te leren
De natuur te leren. Ja, en de tuinbouw te leren. Want ik zit nu ook in 3-4 tuinbouwbedrijven. Juist, ja. En als je daar ondanks uit de groenten en fruit komt... Zie ik hier een parallel met zelf achter de kassa zitten? Ja. Ja, ja. Ik vind dat je dingen altijd even zelf moet leren. Ja. Wil je beseffen wat je aan het doen bent. Hm. Wat je moet doen. Hm. We gaan even naar Dubai kijken. Allright. Want daar hadden we het eigenlijk over. Dat ja. Voordat we dat weer overslaan. China hetzelfde, hè? Exact hetzelfde. Ja, Shanghai. Ah. Ja. Ja. Niet alleen Shanghai, hoor. Nee, maar overal, ja. I felt it before I heard it. The heartbeat of a place I knew I belonged. Where history is lived as much as it's made. And forward is the only way the wind blows. A place where the mind awakens as the body unwinds. Where all mankind can not only live, but thrive. I am the flutter in your chest, the chill down your spine, the voice in your head answering every whispered what if, with a roaring, why not? I am the spirit of possible, the spirit of Dubai. Ja, herkenbaar alles? Ja, nee. Ja, dit was een soort promotiefilmpje natuurlijk. Ik kan zo afwijzen waar ik gestaan heb, waar ik geklommen ben ja. En noem maar op. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar dat moet je ook doen, hè? Naar boven gaan. Ja, ja. Ik heb hoogtevrees, maar ik ga er wel naar boven. Ja? Ja, ja. Maar je, het zweet in mijn handen. Durf je in een reuzenrad te zitten? Ja, ook. Je overwint het gewoon. Ja. Je gaat er tegenin. Precies. Want mijn kinderen willen erin en ze willen hebben dat ik meegaat. En mijn vrouw doet het pertinent niet, dus ja, mij heeft er niks anders over, dan ga je mee. Ja. Maar ik ben niet blij hoor dan. Jouw bedrijf, je hebt in de jaren 90, meen ik, was het plan om jouw dochter het bedrijf zou overnemen. Ja. Dat is uiteindelijk, is dat weer anders gelopen. Toen ben je weer even teruggekomen. Toen was je nog niet zo oud. Toen was je, nu ben je ook nog niet zo oud hoor, maar toen was je nog jonger. Dank je voor het compliment, ja. Maar ik ben wat ze noemen op leeftijd, ja? Maar dat geeft niet. Ja, dat was, ik heb 12 jaar gewerkt aan Monique, of zo heet ze, om dat te kunnen dus, hè? Mm-hmm. Stap voor stap. En toen heeft ze een paar dingen als proef moeten doen en dat deed ze ook goed. Dus ze had het in haar vingers, dat je zei op een gegeven moment, nee, oké. Nou. En toen kreeg ze een relatie aan een man, een gouden vent. Ik heb nooit een tweede zo meegemaakt. Fantastisch. En zij wilden het bedrijf gaan doen, samen. Ik zei, nou, oké. En ik was even 50. Ja, vrij jong. Ik zei, nou ja, goed, als jullie dat nou echt willen, dan ga ik wat anders doen. Ik zie wel wat. Het was niet omdat jij wilde stoppen? Nee, helemaal niet. Ja, ik begon pas. Zij gingen het doen en toen overleed haar partner. Die gouden vent. Wat ik daarmee meegemaakt heb, er was geen wolkenkrabber te hoog. Wat was er bijzonder aan hem? Ja, wat was... Hij zag kans om van 1-1-3 te maken. Zijn er niet veel hoor. Maar hoe deed hij dat? Wat deed hij dan? Wij sparden over dingen. Hij zat ook in het bedrijf? Nee hoor. Wij sparden over dingen. Hij veranderde de cultuur, de belevenis, de sociale omgang met elkaar, de opleiding in een tempo die bijna voor iemand niet bij te houden is. En ik kan best wel snel denken, snel schakelen, maar hij kon het echt. Van de grond ervan. Ja, en ik was onvoorstelbaar kwaad toen hij overleed. Was dat plotseling? Ja. Hij kreeg een hartinfarct en was beurt. Dus prachtig als je zo uit kan stappen. Maar als je 40 bent, dan is dat natuurlijk helemaal niks. Dus hij was maar 10 jaar jonger.
En toen zei Monique, ja, maar ik wil het toch doen. Ik zei, Monique, weet je wel wat van zeker? Ja, ik wil met zijn assistent, die had hij gehaald, wil ik het op een gegeven moment gaan doen. Ik zei, nou, oké, je zei dat wel van, want ik was natuurlijk zelf ook al wat verder in het denken. Zij zijn het toen gaan doen en dan volg je dat en dan zeg je dus na 2 jaar, stop maar, want dat zit er niet in. Dat zei jij? Ja. Dan moet je ook laten bezinken, want ze moeten zelf tot die overtuiging komen dat ze het in wezen niet kunnen. Wat was haar eerste reactie daarop? Niks. Accepteerden ze dat? Geloofden ze dat? Nee. Dan kennen ze niet. Nee, ik kende niet. Ze vreet je eerst op en dan... Maar binnen een half jaar zei ze, nou, ik stop ermee. Kijk, dan gaan ze anders kijken als je iemand gewoon vertelt wat de transparantheid van iets is. En ze gaan er dan mee aan de gang en ze gaan verder. En ze zien dus eigenlijk op een gegeven moment bij stukjes en beetjes dat je gelijk hebt. Dan geven ze je dat ook. Want ze zal ook wel een paar dingen van mij hebben en van mijn moeder hebben. Dus, en toen is ze ook gestopt. En toen zei Peter Bouwman, die dus met haar dat deed, die zei, nou, ik wil het dan alleen doen. Ik zei, nou, ik zeg, je krijgt 3 maanden de tijd om te laten zien dat je dat kan. En binnen die 3 maanden kreeg hij ook een hartinfarct. Maar die overleed niet. Nou, en dan kan je kiezen, dan kan je er een interim op zetten, of je kan zeggen op een gegeven moment, ik doe het dus zelf. Dan kijk ik op een gegeven moment wel weer verder. En ik heb het toen weer opgepakt. En binnen een jaar zat er een nieuw team op, die het weer moest doen. En ik gaf op dat moment natuurlijk een interview wat er gebeurd was natuurlijk. Hè, want iedereen was natuurlijk in die hangel nieuwsgierig. Ja, maar wat gaat er nou gebeuren met Alfried? Is die over te nemen of te kopen of wat dan ook? Hij was niet te koop, maar je moet wel een nieuwe manager erop hebben. Ik heb nog nooit zoveel mensen voor mijn bureau gehad als toen. Om? De hele hangel. En waarom gingen ze voor je bureau staan? Omdat ze het bedrijf wilden doen. Om jou op te volgen als directeur? Als... Ja. Nou, ik was geen directeur, maar Monique als Peter Bouwman was gestopt. En ja, dan, ik moest bepalen wie het dan wel ging doen. Je was geen directeur, wat was je? Niks, commissaris. Ja, oké. Eigenaar en... Ja. Ja. Oh, goed. Maar in welke zin wilden ze jou dan opvolgen? Als wat? Ze wilden als algemeen directeur. Als algemeen directeur. Ja, want ik had niet de aspiraties om te zeggen, nou ga ik het weer eens... Zit er gewoon weer doen. Nee. Niet. Nee, ik deed wat anders. Het was een noodoplossing. Ja. Nou, en binnen een jaar had ik nummer 1, 2, 3 op een gegeven moment. Want ik hou altijd de 3 bovenste dus vast. Nummer 3 werd nummer 2. Nummer 1 werd nummer 3. En op laatst werd op een gegeven moment de nummer 1. Oké, die moet het dan gaan worden. En dat was ook de man die we toen op dat moment nodig hadden. Ja. Want je hebt iedere Heb jij dat besloten? Ja. Ja. Alleen? Alleen. Win je dan, ik was het gewend om alleen beslissingen te maar nemen. Maar win jij dan bij dat soort beslissingen en ook bij andere beslissingen, win je dan advies in van anderen? Luister je naar anderen? Ik luister altijd. Ja, je neemt zelf de beslissing. Ja. Maar ik realiseer me wel, dat moet ik onthouden, dat kan ik weggooien en dat zeg ik dan ook gewoon, sorry, daar heb ik niks aan. Mm-hmm. Of ik onthoud het en doe er dan niks mee. En uiteindelijk is die man het op geworden en die heeft het 5 jaar heeft hij het gedaan. Hij heeft het 5 jaar ook goed gedaan. Ja. En toen. En wat werd jouw rol dan in die 5 jaar? Gewoon commissaris en meer niet. Je ging weer op wat meer afstand staan. Ja. Ja. Maar we hebben een paar eigenaardige dingen. Als iemand bij ons komt werken, wordt hem alles geleerd, verteld hoe het cultuur van Hoofdlied in elkaar zit. Maakt niet uit waar je komt werken. Nee. In welke rol? Iedereen. Ja. En je schrijft je eigen ontslagbrief. Meteen al als je aangenomen wordt? Nee. Oh. Nee. Ik wou zeggen. Kijk, als je schrijft je eigen ontslagbrief als je iets doet wat je niet mag doen. Zoals? Ik heb nog nooit een ontslagbrief geschreven. Nee, jij bent nog nooit ergens in dienst geweest volgens mij. Nee. Ook dat klopt. Zelfs niet bij je vader? Nee.
En 5 jaar waren om. En hij doet iets wat hij niet mag doen. En moest ik zeggen, je hebt je eigen ontslagbrief geschreven. Ja? Wat bedoel jij met iets wat je niet mag doen? Wat bedoel je daarmee? Als iemand bij ons komt werken, worden alle normen en waarden en de spelregels en alles op een gegeven moment wordt verteld wat wel mag en niet mag. Ja. Wie het ook is, dus ook een directeur. Ja. En als je dan iets doet wat je weet wat je niet mag doen. Maar de ernst daarvan, is dat niet ook een factor? Ik bedoel, als je 1 minuut te laat op je werk verschijnt, dan is het niet meteen een reden voor ontslag, neem ik aan. Als ik iets moet gaan controleren, of die op tijd is, kan die beter weggaan. Ja. Dus dat doe ik niet. Ik controleer niet iemand of die op tijd is of niet op tijd is. Nee, maar ik bedoel, wat is iets wat niet mag? Of wat? Bij indienstreding. Is dat uitsluitend als het in strijd is met de regels? Hij mag zich geen dingen toe-eigenen. Hij mag niet valsheid in geschriften plegen. Dus vind jij dat alles mag, tenzij het verboden is? Nee. Dus normen en waarden gaan wat verder. Precies, die zijn ook ongeschreven. Ja, ongeschreven, ja. En datgene wat hij deed was niet geschreven. Mm-hmm. Maar hij deed wel iets wat niet mocht. Dus. En dat iemand, en als iemand dat had kunnen weten dat dat niet mocht, dan reken je dat iemand zwaar. Nee, dat wist hij. Ja, anders had hij nooit zijn eigen ontslagbrief geschreven. Precies, dit is nu een voorbeeld, maar dit is een filosofie die ten aanzien van iedereen hanteert. Ja. Daarom zeg ik, ik heb nog nooit een ontslagbrief geschreven, want mensen schrijven hem gewoon zelf. Door iets te doen. Maar ik ben even benieuwd naar hoe ver dat gaat. Oh, dat gaat behoorlijk ver. Dat gaat, als je niet eerlijk bent, kan je ook je eigen ontslagbrief schrijven. Maar er zijn altijd gradaties. Ja, daar zou je mee. En waar leg je dan de grens? Nou, ik heb er eigenlijk altijd spijt van gehad als ik daar niet heel consequent en streng in geweest was. Als je iets door de vingers zag? Ja. Als iemand aan een meisje zat of aan een vrouwtje zat, stond hij buiten. Klaar. Ook zoiets. Dus, vertel nou ook geen dingen die niet waar zijn. Want dan ben je ook al snel... Dat klinkt heel streng. Ja. Dat was je ook. Ja. Ben je ook. Ja. Ik kan heel consequent zijn. Consequent. Duidelijk. Ook naar mezelf. Maar ik vertel het wel vooruit. Ik vertel het niet achteraf van... Ja, dat had je... Heb je jezelf er wel eens op betrapt? Dat ik iets gedaan had wat ik niet... Ja hoor. Hoe ga je daar dan mee om? Leg je dan verantwoording af of hou je dat voor jezelf? Nou, dat hangt er van af hoe mensen me dan aankijken. Dus, hè? En als ze aankijken, kom op, hè? Dan vertel ik het. Dus ik ben niet iemand... Ik heb ook nooit verteld dat ik geen fouten maak. Ik maak net zo goed fouten. Ik ben ook een mens en gaat er nog niet vanuit dat ik dus geen... En fouten maken mogen dus, hè? Fouten maken was geen reden dat je buiten kwam te staan. Er is een verschil tussen fouten maken en de regels overtreden. En regels overtreden die niet mogen. Ja. Daar zit het verschil. Hè? Ja. Je hebt ook regels die je dus wel mag overtreden als je je gezond verstand gebruikt. Gezond verstand stond ook bovenaan. Niet wat de regels. We gaan even, want we zitten hier in Alphen aan de Rijn. Ja, of tenzij je nog wat... Ja, Alphen aan de Rijn kan je ook pakken. Dat is prima, dat is geen enkel probleem. Ik moet even over Alphen aan de Rijn hebben. Ja. Misschien kun je even vertellen hoe jij... want we hebben wat plaatsnamen de revue zien passeren. Misschien hebben we er ook wel wat overgeslagen. Kwintsheul is ook nog een belangrijke plek, denk ik, voor je in de geschiedenis. Hoe ben je... En Voorschoten, daar ben je gaan wonen. En nu woon je daar af en toe nog steeds. Hoe ben je in Alphen aan de Rijn terechtgekomen? Dat is heel bijzonder. Er komt het pand Hollandia te huur in Alphen. Ken je? Dat staat? Nee, het staat niet meer, het is weg. Ja, waar stond dat? Het stond vlak bij de baronie. Ja. Ja? En dat was te huur en daar kon ik een supermarkt in beginnen, maar dat moest wel binnen 24 uur. Hoeveel supermarkt was dat toen? De negende. De negende. Het was 3.500 vierkante meter groot. Dat is een behoorlijk knaap. Supermarkt. Voor toen dus helemaal. Hè. Mm-hmm.
En toen was? 73. 1973. Mijn vader was met vakantie en mijn broer die zat in dienst. Dus ik moest het alleen beslissen. Nou zijn dat geen beslissingen die je eigenlijk alleen moet doen. Ik bel mijn vader op en dan zeg ik, joh, ik ben met vakantie. Waarom bel je me nou? Terwijl je net zei dat je heel veel beslissingen wel alleen neemt. Ja, maar... Maar toen nog niet. Jawel, ja. Alleen een nieuw verkooppunt beginnen van 3.500 vierkante meter binnen 24 uur. Dat is eigenlijk wat... binnen 5 minuten beslissen. Ja. Ja. Ik ben wel dominant, okay. Maar okay. Dat ging best wel wat verder. Dus ik belde hem op, hij zei, ik ben met vakantie en jij bent daar gewoon. En als jij vindt dat je het moet doen, moet je het doen. En als je vindt dat je het niet moet doen, moet je het niet doen. Hm. Waarom bel je me nou? Ik kan ook zo reageren hoor, maar het, zo gebeurde het. Toen heb ik een kopje koffie genomen en toen heb ik gezegd, nou, ik ga het doen. Kom even. Waarom niet? Ik bel niet voor niks, dus ik bel om ja te krijgen en niet om nee te krijgen, want dan hoef ik niet te bellen. Maar binnen 24 uur zo'n tent open draaien... Nou, je moest binnen 24 uur beslissen of je het ging. Nee, draaien. Je moest draaien. Open. Binnen 24 uur. Gevuld en draaien. Dus. Dat is toch. Ja, bijna onmogelijk. Ja, bijna onmogelijk, ja. Maar kan niet, bestaat niet, hè? Mm-hmm. Dus ik roep een paar mensen bij me. En ik zeg, jongens, dat en dat gaan we doen. Jij bent verantwoordelijk voor dat, jij bent verantwoordelijk voor dat, jij bent verantwoordelijk voor dat. En ik ga nu de pers opbellen dat we op een gegeven moment morgen open gaan. Nou, dat was natuurlijk een verrassing van Jewelse. Ja, dat uit het niets verschijnt er opeens een nieuwe supermarkt. Ja. En ja, het was een loods, hè. Want we reden hem vol met pelletshandel. 20-30% voordeel. Hoe kwam je aan personeel in 24 uur tijd? Ik had al 8 winkels. Je haalde overal een man vandaan, een paar nieuwe mensen. En ja. We hadden ook toen al een DC hadden we van 1700 vierkante meter. Dat stond in? In Zoeterwoude. Rijndijk. Ja. Maar hij ging de volgende ochtend open. Ja. En toen zat je in Alphen? Ja, toen zat ik in Alphen. Toen begon de pret eigenlijk pas. Want we hebben dat 4 jaar gedaan. En het zijn 3 rechtszaken geweest. Waar we de eerste verloren, de tweede wonnen en de derde verloren. Waarom rechtszaken? Omdat Alphen het niet wilde. De gemeente? De gemeente, ja. Rechtszaken tegen de gemeente? Ja. En uiteindelijk was het zo dat we hadden kunnen blijven zitten. Gewoon open kunnen blijven. En dan had het gewoon doodgebloeid. Of je sluit hem en je doet wat de gemeente wil. En dat was? Sluiten. Een, ja, en op een andere plek? Nee, gewoon sluiten. Gewoon sluiten. Nee, dat was niet aardig. Dus toen heb ik Paats leren kennen. Was die toen? Burgemeester. Die was toen al burgemeester. Ja. Schoof daarna. En het was een wonderlijk gesprek. Een heel donker kantoor. Wat hij had, een donkere kamer. En hebben we daar op een gegeven moment een kwartier alles tegen elkaar verteld wat we wilden. En toen zei hij iets waarvan ik dacht, ja, dat zou ik zelf ook gezegd kunnen hebben. Hooflied, doe het nou maar. Want daar hoef je geen spijt van te hebben. Waarvan? Het sluiten. Sluit nou maar, want dan krijg je geen spijt. Nee, zo zei hij het niet. Nee. Doe het nou maar. Doe het nou maar. Ja, dat is heel iets anders. Hè. Daar kan je alle kanten mee uit. En hij was natuurlijk ook een politieke man die op een gegeven moment dat is doen. En toen heb ik hem toch, ik heb hem geopend, ik heb hem ook gesloten. En toen zijn we op de Prins Hendrikstraat, zijn we begonnen. Chaotisch. Want het was maar 750 vierkante meter. Toen belde me Van Asme op en hij had een probleem. Toen de tijd wethouder ook? Ja, hij had een probleem in de Julianenstraat. Mm-hmm. Daar stond een pand, daar waren ze al jaren mee bezig. En dat wilde me niet van de grond afkomen, want het was te duur. En nou,
Maar er moest wel wat gebeuren in die Julianenstraat. En toen maakten we het commitment, pas op, Julianenstraat afbreken, nieuw bouwen. En dan kreeg ik ook kerken en zalen. Dat was toen in ontwikkeling? In ontwikkeling. Dus als wij dat doen, dan doen we dat. Toen zei hij, ja, later. Hij zegt, je moet ook die Julianenstraat moet je ontwikkelen. Mm-hmm. Ik zei, ik begrijp het. Want dat is ook ten voordele van onszelf. Dus dat gaan we ook doen. Dus toen had je 10 jaar werk. Hier in Alphen. Mm-hmm. Dat wil niet zeggen dat de rest stil ligt. Maar je moet er wel aandacht aan geven. Je moet er wel mee bezig zijn. Je hebt daar continu. En dan hadden we ieder half jaar contact met elkaar, dat we een lunch hadden en vertelden we elkaar wat we vonden, wat goed ging, wat niet goed ging en waar we elkaar voor nodig hadden en wat. Mm-hmm. Perfect. Echt uitmuntend. Want ik heb dat in meerdere gemeentes op een gegeven moment datzelfde spel gehad, hè, dat samenspel wat je naar elkaar toe had, die transparantheid er ook in, vertellen op een gegeven moment wat je wel goed vindt, niet goed vindt en wat de er contact moet gebeuren. Met de gemeente was hier heel erg goed. Die hadden toen een fantastisch goed bestuur. Ja, en daar hebben we het over Paats. En wethouders. Van As, van de Veneerstad. Geen namen meer vragen, want ik onthoud geen namen. Dus, ja, ik weet ze ook niet allemaal. Niet dat ik ze niet wil geven, maar ja. Ik onthoud gewoon namen niet. Hm. Net zo goed als ik de weg niet onthoud. Ik heb een routeplanner al 30, 40 jaar en die brengt me overal. Oké, nou, we zijn nu in Alphen aan de Rijn. Ja, ja. Nee, dat weet ik. Dat weet ik. Ik weet Alphen aan de Rijn. In de Julianastraat. Ja. Dus dat is van Lieverlee op een gegeven moment gebouwd. Het hele blok is gebouwd dus. Hè. En dat heeft natuurlijk nogal wat onderhandelingen gevraagd met vele mensen die wel en niet wilden. Maar ik moet zeggen, allemaal perfect gebeurd. Ik had ook een goede rechterhand, dat was Wim Jongholder, die daar perfect in was. Maar de Julianastraat is ontwikkeld, Kerk en Zaan. Zaan is ontwikkeld, ja. Julianastraat is ontwikkeld. Hoe kwam het distributiecentrum hier? Dat was omdat, ja, dat is ook leuk. Dat is ook leuk. Wij peilen waar ons middelpunt van onze logistiek zit. En dat was hier? Nee. Oh. Nee. Was dat maar waar. Dat zat in Hazenswoude. Nou, dat is vlakbij. Ja. Ja. Bij het kerkhof. Hazenswoude dorp. Nee, tussen het dorp en de Rijndijk in. Oh, daar tussenin. De gemene weg daar, ja. Ja. En we hadden daar een heel plan op een gegeven moment ontwikkeld. 40.000 vierkante meter bebouwen en noem maar op. En dat was vlak naast het kerkhof. De weg loopt er en aan de ene kant het kerkhof en aan de andere kant wij. En burgemeester Van Leeuwen uit Zoetermeer was op een gegeven moment invallend burgemeester in Hazenswoude. Dat was toen nog een aparte gemeente, Hazenswoude. En we zitten met het hele plan om tafel, waar wij weken, dagen, maanden aan gewerkt hadden. Mm-hmm. We laten dat haar zien. Ze kijkt ernaar. Fantastisch vrouwtje. Ze zegt, met een hoofdlied. Meen u dat nou echt? U wil naast het kerkhof iets groter bouwen als dat het kerkhof is. En u wil hebben dat ik daaraan meewerk. Moet u vergeten. Gaan we niet doen. We waren nog geen 5 minuten binnen. We hadden onze koffie nog niet eens op. Dus dat was een streep door de rekening? Ja, weg. Geen probleem. Had je dat niet... toen ik hoorde naast het kerkhof, dacht ik meteen al van, kan dat eigenlijk wel? Had je nou, dat zij zelf... vond van niet, ik vond van wel, want je brengt in ieder geval weer wat leven in de brouwerij. En, ja, okay. Nu hebben ze er huizen gebouwd, dus dat kan wel. Dus, ja, dat kan blijven. Maar goed, geeft niet. Want ging niet door. Nee, ging niet door en daar moet je ook niet lang over treuren. Hm. Nou, toen kwam ik natuurlijk, waar is dan wel op een gegeven moment 40.000, 50.000 vierkante meter te koop en te krijgen en te doen. En dat was een halve. Dat was nou, niet ver daar vandaan. Nee. En toen hebben we Alphen hier gebouwd. En dat was best een hele grote sprong. Want ik bouwde Alphen 10, 12 keer groter als dat we hadden dus. Hè. Ja, ja. En dat wat je had was in Zoeterwoude-Rendijk? Nee, ik had 3. 3 centra, maar je wilde het op 1 plek. Ja. We zaten in Zoeterwoude, we zaten in Woudenberg, we zaten in
daar ergens bij de Haarlemmermeer hadden we nog iets. En later ook in Renswoude. We hadden een stuk of 3, 4 distributiecentrums. Dus overal kwam wat vandaan en uiteindelijk op een gegeven moment kwam het bij elkaar. Als ik dat tegen mijn commissarissen, die ik toen al had, verteld had, en tegen mijn bank, dan had het niet gebeurd. Had ik niet in Alphen gezeten. Als je wat verteld had? Wat ik deed. Dat DC bouwen. Hoe heb je dat niet verteld? Gewoon niet verteld. Gewoon niet verteld? Nee. Op een gegeven moment moet je het wel vertellen. Nee, dat moet je doen. Ja, ze zagen het dat je het aan het doen was. Ja. Nee, want kijk, je gaat iets doen, het heeft een begroting. Ja. Nou, als je die begroting dan maar naar de helft terugbrengt, dan kan het. Ja. En later komt er wel uit, dat had ik van de overheid geleerd, dat het dubbele kost. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Maar dat wist je van tevoren al. Maar dat dacht ja, ik wil het toch. Nou, maar goed. Ik had iedere 4 jaar een nieuw distributiecentrum opgezet. Dus, hè. Ja. En ik zei, ja, we waren nog niet klaar met het bouwen en dan kon je alweer gaan dus, beginnen aan het volgende. Je dacht aan de lange termijn. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, nou, we gaan een veel groter distributiecentrum. Dat was na een relatief kort aantal jaren, moest dat ook alweer uitgebreid worden. Ja, want eigenlijk is herhaalt de geschiedenis zich weer, want het is weer te klein gebleken. Ja, 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 ja. Een paar jaar want we hebben er nu weer 3, hè? Ja. Dus, en nu zijn we er 1 aan het bouwen, die wordt nooit meer te klein. Dat is in Bleiswijk? Ja, Lansingerland. Dat wordt 100.000 vierkante meter, tot een 30 meter hoog. Die wordt nooit meer te klein? Nee. Want dan bouwen we ergens anders, desnoods maar een nieuw centrum. Maar dit gaan we niet meer verbouwen. Dat gaan we niet meer doen. Om weg te gaan uit Alphen, heeft dat nog wat betekend voor je? Ja, dat is een beetje tragisch. En dat was ook niet, laat ik zeggen, helemaal de manier waarop op een gegeven moment gebeurt. Ze hebben 2 jaar, ruim 2 jaar onderhandeld over grond. Ja. En ze hadden het niet en ze wilden niet en ze deden het niet. Maar die jongens zijn wel verantwoordelijk dat ze op een gegeven moment wel iets moeten doen. Mm-hmm. En zoiets ontwikkelen duurt zomaar 5 jaar. Mm-hmm. Want je kan niet zeggen, nou, ik ga vandaag even beginnen en morgen is het klaar. Nee, je bent gewoon 5 jaar bezig. Dat gaat niet meer dan 24 uur. Nee, daar moet je ook niet aan denken ook hoor. Ik had die beslissing wel. Binnen een paar uur, dat ik zei, zo moet het. Die grond kopen. Ja. Niet wachten. Niet treuzelen, want als Alphen niet heeft, niet wil, dan maar is het. Was gewoon, het kon gewoon niet. Nee. Het was onmogelijk. Je moest groter worden. Ja, het kon daar niet. En ze hebben best ook daarna nog gesproken en gebeld van Hoofdlied. En toen heb je daar nog wel naar geluisterd? Jawel. Maar het ging alsnog niet? Nee, ik luister altijd. Nee, het gaat er alleen maar over dat, is er nog een aanknopingspunt? Ja. Nou ja, als jullie het in willen wisselen, prima, dan blijven we in Alphen zitten. Ja. Maar goed, dat was ook geen optie. En was, nee, je kan wel eens iets zeggen waar je bijvoorbeeld het antwoord op weet. Dus dat is ook altijd leuk. Ja. Maar dat wist je in dit geval? Ja. We zeiden, nou, als jullie nou zorgen voor die 130.000 vierkante meter die ze helemaal niet hadden. Ja. En het is een prachtlocatie, want we zitten daar aan die A13. Waar je naartoe gaat, of waar je nu zit. Ja, in de Bleiswijk. Aan de weg dus, hè. Ja. Als je ook die tekeningen en ziet. Het ligt nog steeds mooi centraal ten opzichte van jullie. Ja, het is ook niet ver weg natuurlijk. Nee, het is allemaal dichtbij. Dus, Alphen aan den Rijn. Ja. Daar zitten we nu. Ook daar hebben we wat beelden van. Want ik heb het jou eerder horen zeggen. De ontwikkeling in het centrum van Alphen aan den Rijn maken wel indruk op jou op dit moment, zoals dat nu gaat. Ja, moet ik eerst terug, hè? Ja. Eerst terug, want Alphen had dus in principe geen centrum. Ik heb Alphen van een dorp op een gegeven moment een stad zien worden. En dan gaan ze aan dat centrum beginnen. En toen moest ik het helpen aan het theater bouwen. Ja. En of ik nou zei, ja, jongens, ik heb geen verstand van een theater. Ik kom er wel eens, maar dan houdt het op. Dat hebben we net nodig. Want wat werd aan jou gevraagd? Of ik in het team wilde gaan zitten dat het theater gebouwd werd. Ja.
We hebben het over een jaar of 20 geleden, denk ik. Ja. Is nou, als jullie dat zo zeggen en pertinent wil, dan zal ik me daarvoor inspannen. Toen ben ik naar Heineken gestapt. Ik zeg, heb jullie beste horecaman nodig, theaterman nodig die jullie hebben. En ik kende die jongens natuurlijk in de raad van bestuur. Ze zeggen, nou, moet je die nemen? Die is goed. Dus ik met hem om tafel. Ik zeg, nou, dat moeten we gaan doen. Ik zeg, en jij moet die tekeningen gaan bekijken. Of die goed zijn. Of die goed in elkaar zitten. Die heeft een aantal correcties daarop toegepast. Dus het was een goede deal die we deden. Om erbij te halen. Want hij corrigeerde een aantal dingen die wij helemaal niet gezien hadden. En dat waren op horeca en toilet en gangen en trappen. Want in welke hoedanigheid werd jouw betrokkenheid gevraagd? Als mede-investeerder? Gewoon als iemand om mee te kijken, om te helpen? Hij moest gewoon de kritiek leveren op het geheel en meer niet. Hij kreeg er ook niks voor ook. En jij ook niet? Nee. Frode de Joop. Nee, maar je moet ook, als je ergens zit, moet je ook voor iemand iets willen doen. Dit is wat je wilde doen voor Al van der Rijn. Ja. Ja. En dat was opgebouwd in die jaren dat wij dus op een gegeven moment ieder half jaar, een jaar lunchten met elkaar en elkaar hielpen en daar goede dingen mee deden. Mm. Mm. Ik denk dat dat ook mede de reden geweest is dat ze zeiden, over jij moet erbij gaan zitten. Maar goed, dat was die tijd. We hebben het over het centrum van Alphen. Dat heb je toen ook beter leren kennen, denk ik. Hoe dat erbij lag. Dat is één. En ik heb het helemaal mee zien ontwikkelen. Ontwikkelen groeien. En meegeholpen om het te ontwikkelen. Ja. Want wij bouwden natuurlijk op meerdere plaatsen. En waar stond Alphen 10 jaar geleden qua centrum? Oh, nergens. Dat was niks. Alphen had geen centrum. Nee. En daar hebben ze nu gewoon echt. Ik ben pas. Zei van, wij gaan eens even door Alphen lopen. Dat staat op beeld. Ja, niet het wandeltochtje van jou, maar wel hoe het er nu uitziet. Zullen we daar eerst even naar kijken? Met onder meer een haventje om bootjes aan te meren en meerdere nieuwe horecazaken moet het gebied weer nieuw leven worden ingeblazen. Want de afgelopen jaren is de Lage Zijde vooral het decor van leegstand, met een verpauperde uitstraling. Francis is een van de ondernemers die het moeten gaan doen. Vanaf maandag opent ze een spiksplinternieuw Grand Café. Ik vond het zelf ook een spookstad en nu met de nieuwe ontwikkelingen, de huizen staan er, het nutsgebouw is aangepakt en opgeknapt en ik denk dat het hartstikke mooi is geworden. En het harde werken wordt beloond, vindt Francis. Dit concept is natuurlijk een beetje mijn kindje en in dit prachtige gebouw, dat is voor ons een beetje de kers op de taart ook. Spannend? Ja, heel erg. Maar ook heel veel zin in. Ondanks de nieuwe en moderne uitstraling moet het opvallende nutsgebouw wel herkenbaar blijven vanwege de monumentale status die het heeft. Zie je, dat is ook leuk. Bloemen. En dat is goed gelukt, vindt wethouder Gerard van As, die het opknappen van het gebied in zijn portefeuille heeft. Een van de mooiste binnensteden van het Groene Hart. Niet vergelijkbaar met een historische binnenstad uiteraard, maar wel iets bijzonders. Hij is trots op het voorlopige resultaat. Hartstikke trots. Super gewoon. Ja. Van As is trots. Wat zie jij? Hetzelfde. Ja. Niet anders, want ik heb die hele overgang van. Dit is eigenlijk de volgende fase van het stadshart. Daarvoor was ook het stadshart al neergezet. Met het stadhuis en alles. Dus, hè. En nu moet het winkelcentrum nog gaan gebeuren. Die kan dus uit. Aarhof. Dus er is nog genoeg werk, dus dat is goed. Dus dat is. En hij moet ook doorgaan op de manier zoals hij het dus nu doet, hè? En wat zegt dit over Alphen, dat dit nu gebeurt? Hoe typeer jij Alphen? Alphen heeft weer een goed bestuur. Mm-hmm. Anders kan het niet. Mm-hmm. Dat is heel simpel. Slechte besturen presteren niks. Een goed bestuur. Jij was net ook vol lof over het bestuur in de tijd dat jij naar Alphen kwam. Ja. Zie je overeenkomsten? Met nu? Ja. Ik denk dat nu een vrouwelijke burgemeester goed is. Dus je gaat steeds meer vrouwelijke burgemeesters krijgen. En waarom? Die kunnen veel beter op de portemonnee passen als mannen. Die laten zich veel makkelijker verleiden tot meer uitgaven zoals dat moet. Vrouwen niet. Die letten altijd ongemerkt ook op de portemonnee. Ongemerkt? Ongemerkt, ja. Dat vrouwelijk. Mannen hebben dat veel minder.
Is dat bij jou thuis ook zo? Of, Nee. Bij ons is het echt gescheiden, maar mijn vrouw is heel prijsbewust. Ja. Ja, dat ik bij mezelf dan denk, joh, hoe doe je daar nou eens even op, joh. Kom. Oké, dus de burgemeester, die is goed. En de wethouders, ook goed bezig dus. Hè. Kijk maar hoe Van Assen op een gegeven moment vertelt, hoe hij over Alphen vertelt. Dat is goed. Zo hoort het ook. Zo hoor je over je bedrijf te praten. Zo hoor je over een stad te praten. Over hetgeen wat je doet. Ja. Perfect. Ja, en kom jij vaak tegen dat dat niet zo is? Kom ik ook tegen, tuurlijk. Ja, ik kom alles tegen, hè. Dus ook het tegenovergestelde. Maar dat is jammer, dat moet je dan ook vertellen, dat je niet kapot bent van het bestuur. En dat vertel ik dan ook tegen burgemeesters en wethouders. Ja. Maar ik heb ook wel eens in Alphen tegen wethouders gezegd en burgemeester, wat er nu zit, moet je echt op een gegeven moment naar huis sturen, anders dan gaat er een zootje rotzooi over de straat heen. Ja. En deze dat dan ook? Ja. Omdat jij het zei of omdat het dat weet ik toch niet. Wel gebeurde? Maar misschien was ik de druppel die op een gegeven moment de emmer over liet lopen. Ja. Perfect gedaan. Alf van der Rijn, goede ontwikkeling op dit moment? Ja. Vertrouwen in de toekomst voor Alphen? Ja, zeker. Zeker daardoor. Door deze ontwikkeling? Ja. Door de ontwikkeling, door het team wat er zit en hoe ze bezig zijn. En het vraagstuk van hoe retail zich zal ontwikkelen? Waar iedereen, of veel mensen mee worstelen, zou ik maar zeggen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, kijk, we hebben natuurlijk een crisis achter de rug waardoor je 10% leegstand van winkels kreeg. Ja. Dat zal zich ook de moeilijk herstellen. E-commerce. Ja, daardoor dus ook. Ja. Hè? Want e-commerce is de volgende. Na de crisis krijg je de e-commerce waardoor die winkels weer niet gevuld worden. Dat moet hersteld worden. Daar heb je gewoon verstandige, goede mensen voor nodig die dat dus... Maar hersteld klinkt als terug naar vroeger. Nee. En dat, zo ben jij niet, zei je net. Nee, maar als je een lekker band hebt, moet je hem wel repareren. Ja? Nou, dit is ook een lekker band die we eigenlijk niet hadden moeten hebben. We hebben te veel vierkante meters winkels neergezet. Daar gaat door de crisis 10% leegstand krijgen. Dan krijg je e-commerce, dus die 10% komt niet meer vol. Nee. En dan moet je er verstandig mee omgaan dat je op een gegeven moment dat dus repareert. Wat gaat e-commerce betekenen in de supermarktwereld? E-commerce is de groei van de supermarkt. Heel simpel. Hoe gaat dat eruit zien? Dat het verder groeit naar tussen de 10% en 15%. En dat is natuurlijk heel veel. Dat zijn heel veel meters. Die zullen vertaald worden in de komende 10 jaar. En doen we over 10 jaar gewoon nog boodschappen in de supermarkt? Ook. Kijk, de supermarkt is niet alleen boodschap, is ook een sociale omgeving waar je elkaar ontmoet. Mm-hmm. Daar zullen we steeds meer aan doen. Je kan er ook steeds meer eten, je kan er steeds meer... Ga je dat steeds meer merken in de toekomst, dat het een sociale omgeving is? Ja. Altijd al geweest. Hè. Ik heb nooit anders gevonden dan een supermarkt een sociale instelling ook had. Hè. En dat in was de cash and carry in Voorschoten destijds ook al? Nee. Dat is daarna gekomen. Dat is het ontwikkelen wat je doet. Ja. Maar dat heb je zien gebeuren? Nee, beïnvloed en gewoon gedaan. Ja. Dus niks gaat vanzelf. Dus je moet altijd initiëren dat iets gebeurt. Ja, maar dat begint toch met eerst iets zien? Een behoefte zien? Ja, luisteren naar je klanten. Die willen dat. En je ziet dingen. Je ziet dat vele vrouwen niet hun kinderen de baas kunnen. Dus je moet die kleine kinderen op een gegeven moment iets te doen geven in die supermarkt. Anders maken ze allerlei pakjes soep, snoep open. Daar heb je ook niks aan. Dus we hebben daarvoor poppen op een gegeven moment. Zingen en spelen. Poppen ervoor ingebracht. Voor datgene alleen. En die beleving. Hè, want retail zal het dan voor een belangrijk deel moeten hebben van de beleving. Die je krijgt door daadwerkelijk naar de winkel te gaan. Als je nou een supermarkt neemt die wij in Den Haag geopend hebben in Theresiastraat. Daar kan je gewoon lunchen en daar kan je consumeren en dat kan je alles meenemen. En dat mis je thuis achter je laptop? Nee. Als je boodschappen doet? Nee, maar daarvoor kom je naar de supermarkt, bedoel ik. Nee, ik bedoel, daar gaat die supermarkt naartoe. Ja, en daarmee... krijg je mensen van achter hun laptop vandaan naar de supermarkt. Oh, dan bedoel je andere mensen. Ja. Ik dacht, hij mij achter mijn laptop vandaan wilde hebben. Men. Men, ja.
Ik denk het wel, want veel mensen die op kantoren werken daar in de buurt, gaan daar dus iets te eten halen en eten iets. En nemen ook boodschappen. En doen ook boodschappen. Ja. En hij groeit veel harder als het bedrijf, dus dat is gewoon goed. Dus daar gaan we ook naartoe. Ja. Leen, we gaan naar een afronding toe. Ik heb... Geloof er niks van, hoor. Ja. De rest komt in deel 2, zullen we dan maar zeggen. Ja, Volgens mij heb je nog heel veel dingen te vertellen. Als ik het even samenvat. Eigenwijs of eigengereid is niet het juiste woord. Maar jij weet wel wat je wil. En... je luistert veel, maar jij neemt zelf de beslissingen. En als er dingen gebeuren die, waar je niet in gelooft... Voer ik ze niet uit. Dan voer je ze niet uit. Nee. Je hebt succes gehad met je onderneming. Valt mee. Nou, ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Het had veel groter kunnen zijn. Ja, maar het had ook veel kleiner kunnen zijn. Ik vind het... prijzenswaardig hoe openhartig je bent geweest, ook over je denkbeelden en je jeugd en alles wat je hebt meegemaakt. Heb je nog een soort afrondend slotwoord aan toe te voegen? Oh, ik heb misschien wel een aardige opmerking daarvoor. Waarom ik zo openhartig ben, is dat mensen maar 25% onthouden wat je ze vertelt. Ja, alleen dit keer wordt het wel vastgelegd. Dus die andere 75% kunnen ze opzoeken. Dan merk ik het wel. Ja. Nou, heel erg bedankt. Niks. Heel veel succes met de komende jaren waarin je vast weer van alles gaat ondernemen. Ik doe mijn best. Ja, dankjewel. Oké, alright. Jij ook bedankt.